It's all I wanna do. En welkom bij weer een nieuwe video hier op mijn kanaal Chess. En vandaag gaan we kijken of we een chill potje neer kunnen zetten op Call of Duty Advanced Warfare met de HBR A3 Average Joe. Ik kwam even niet op de naam worden, ik wou cowboy zeggen, maar het is Average Joe. En dat was uit Quick Draw, Adjustable Stock en Extended Max. Ja, ik heb het gewoon met de Diamond Cam natuurlijk op. Spelen op de map Retreat. En we gaan kijken of we een chill potje kunnen neerzetten natuurlijk. En mocht je deze video natuurlijk al leuk vinden, laat dan even je blauwe duimpje omhoog achter. Ik weet dat van Zwarf is een beetje kut. Maar we moeten nog even een tijdje volhouden tot Black Ops 3 uit is. En dan gaan we Black Ops 3 echt dood veel spelen, jongens. Ik kan er nou al niet op wachten, gewoon. Om het spel gewoon die ochtend op te halen bij de Bart Smit en te gaan spelen als een motherfucker. En als het goed is, komt het nog in een weekenddag uit. Maar dat weet ik nog niet zeker. Moet ik nog even voor de zekerheid kijken. Als het in het weekend uitkomt, ga ik sowieso een nachtje door. Misschien dan dat ik wel zorg dat ik ga livestreamen. Omdat ik gewoon een 24 uur stream aanpleur. Dat weet ik nog niet zeker. Dan moet ik even kijken in verband met internet en zo. Dus we gaan kijken of we dat wel kunnen gaan fixen. Dat zien we dan nog wat in die tijd. Dan houden we allemaal op de hoogte. Dat vind ik wel een beetje nodig natuurlijk. Maar we gaan natuurlijk eerst fixen op dit potje. Ik heb even Simple Rider op, die maken na het potje even open. En mijn stem is nog meer naar de tyfus aan het gaan, jongen. Ik heb nu al bijna alle video's opgelopen, dit is de laatste video die ik op moet nemen. En ik merk gewoon dat mijn stem nu helemaal naar de kloot aan het gaan is. Oh, hier had ik niet dood moeten gaan. Kak. Had de SG44, die homo. De wapen heb ik nog steeds niet gekregen, hè. Fuck, die wordt gespantrapt. Payback, bitch. Of dan ben jij niet? Hier, payback. Omdat dit nog 5 keer zijn, heb ik mijn UV pas binnen. Dus die nog eventjes. Hier zit niemand. Zou er wel iemand springen? Ja, hier. Ga je om? Nee joh, in mijn rug. Ik wou net om gaan draaien, man. Wat een timing weer hoor, hé. Wat een timing. Mijn rug zit hier boven of niet? Iemand in je rug. Lekker teammate. Oh, nog één teammate. Wat is dit een dode, zeg? Jongen, jongen, jongen. Ik ga dit even wegrennen, een half uur. Zo. Ah, kut. Waarom blijf ik nou altijd hangen aan die kut containers of iets? Dat heb ik altijd in het spel, hè? Aan elke kant heb ik dat. Waar je kan jumpen of iets. Als ik jump, dan blijf ik of hangen of proonblok liggen. Ik weet niet wat ik heb. Dat is gewoon een ziekte van mij, denk ik. Van een ziekte die Call of Duty maar geeft. De plak aan spelletjes ziekte of zo. Ik weet het zelf ook niet, anders had ik het wel opgelost. Ik ben even naar de dokter gegaan. Ah, kut, ik word aan twee kanten beschoten. Ik zit er daarin, die zag ik net schieten met een AI-4. Dat wapen gebruiken ook niemand meer. Ik weet nog wel, toen dat wapen net uit was. Toen gebruikte ik hem, heb ik er zelf nog een video mee gemaakt. Toen was de allereerste Nederlandse YouTuber op de PS4 met een AI-4 gameplay, dat weet ik nog wel. En alsnog is het wapen niet verkeerd hoor. Ik had toen ook nog zelfs een nuclear voor visjes ermee gehaald. Dat was echt een zieke gameplay zelfs. Oh, mijn rug ook nog. Kan hem ook nog gewoon, hè. Laat even, als we hier op deze video gewoon 60 likes kunnen halen, gaan we gewoon met de A4 spelen. Duw. 60 likes met een A4 in gameplay. Vind ik wel een goeie. Ik weet nog niet welke A4, want ik heb verschillende. Ik heb ook de Gigawatt. Maar die is niet altijd chill. Ik vind het wel chill wapens hoor, kijk maar. Ik vind hem helemaal prima gewoon. Maar eigenlijk ging met de ABA3 spelen, dus die pakt er ook gewoon weer bij. Dat was de deal. Dan ga ik niet nu al te veel meer spelen, zodat jullie zien
hoe pro ik daarmee ben. Niet dus. Even concentratie nog hoor. Kut, span hier niet meer. Oké, Warbertje nog even in. Die wil ik even snel binnenhalen. Gewoon nog even één potje met Warbert hebben gehaald. Maar die kan denk ik toch niet meer heel erg veel doen. Eigenlijk het potje gewoon klaar is. Nee, ik ging nog net dood. We staan 30 om 10. Kutjes. Godverdomme. Ah, is dood. Kom maar 4 kills. Zit iemand in je rug? Ah, mij ook nog. Wat? Wow, ik schud alles mis daar zo. Nou, nog 1 kill. Wie is de gelukkige? Welke teammate? Welke teammate? Ik ben niet gelukkig ook nog, jongens. Wat is het? 31 om 10. Denk ik is ons eindscore. En dan hebben we echt een goed potje neergezet. Gewoon, ja, 31-11 zelfs nog is ons eindscore. Dus, jongens, 60 likes is een AI4 gameplay natuurlijk ook live met mij. Dus, jongens, like deze video nu. Bedankt voor het kijken in deze video. En hopelijk tot de volgende keer. Later.